Dus dit is hem, de Cowboy 3 elektrische fiets. En ja, ik review jullie ook fietsen. Hell yeah. Dit is hem, de Cowboy 3. Het is een fiets van ongeveer 2100 euro. Dus op zich een beetje in de categorie van gewoon normaal andere elektrische fietsen. Hier op deze versie heb ik nog een spatbad op. Dit is niet standaard wat je krijgt bij de fiets. Daar moet je nog 89 euro voor bijbetalen, wat wel een beetje jammer is. En één nadeel wat het ook weer heeft is dat het niet een standaard heeft. En dat had ik toch wel gewild bij een fiets zoals dit. Want nu moet je hem dus elke keer met zijn mooie look tegen een muurtje aanzetten en riskeren dat er weer allerlei krassen en oneffenheden hierop komen, wat gewoon wel een beetje jammer is. Voor de rest heeft het een riem als ketting, dus geen viezige olie rotzooi waar je mee te maken hebt. Het is gewoon een riem, dus alles blijft gewoon schoon en het loopt echt hartstikke soepel. De handvaten zijn, ja, er zit wat een textuur op waarbij ik toch niet zo heel erg van te spreken ben, puur omdat het niet heel comfortabel voor je handen is. Ik had liever gewoon een soepele handvat gehad dat gewoon veel fijner aanvoelt in plaats van allemaal puntjes en ribbeltjes die telkens in je hand zitten beuken in principe. Voor de rest heeft het gewoon één motor in de achterzijde die 250 watt aan stroom gewoon doorvoert. Je hebt hier een accu trouwens erin zitten die je zelf kan verwijderen en kan opladen in huis mocht je dat willen. Helaas kun je de accu niet terwijl die in de fiets zit opladen. Dat vind ik wel jammer. Voor de rest krijg je nog een belletje erbij, wat ook heel leuk is. Voor de rest heb je nog een indicator op de stang zitten. Wat ik ook gehoopt had, was dat het een powerknop was om de fiets aan te zetten. Maar dit is helaas gewoon niet zo, want echt de enige manier om deze fiets aan te zetten is dus via je mobiel. En als je mobiel doodgaat, dan wens ik je veel succes met het fietsen van een 18 kilo fiets. Wat nog steeds relatief de lichtste fiets is om alle elektrische fietsen. Pedalen, je hebt dus niet verschillende modussen op deze fiets zitten. Dus je hebt niet een eco-mode, een turbo-mode, dat soort dingen. Alles is gewoon letterlijk één modus. Wat voor zorgt dat je ongeveer 70 kilometer hiermee kan fietsen. Ja, het is gewoon op basis eigenlijk van hoe jij fietst. Gaat hij bijstellen, meer kracht geven of minder kracht geven. Dat is echt puur gewoon op basis van hoe jij, hoeveel kracht jij zet op de pedalen. Maar ja, ik zal eens even op gaan fietsen. Om jullie eens even te laten zien hoe snel dit ding op zich kan fietsen. Want het is best wel een leuk fietsje. Dus ik ga even rustig aan. Nu ga ik heel rustig. Volgens mij staat hij niet aan. Ik merk wel dat hij ietsje zwaarder is. Oh, don't text in de open de Cowboy app. Cowboy. Ja, zie, dat is het ding. Dit is ook zo'n modus dat wanneer je in de buurt komt dat de Cowboy automatisch gaat unlocken. Alleen in dit geval, mijn geval, doet hij dat nu niet omdat ik de app heb afgesloten. Dus nu is hij unlocked. Power staat aan. Dus als het goed is, kan ik nu wel eindelijk fietsen. Let's go. Oh yeah. Woehoe. Ja, dat fietst echt gewoon top. Het pakt zo snel de kracht op om verder te fietsen. En als je gewoon normaal fietst, voelt het ook heel natuurlijk aan. Waarschijnlijk zal ik heel veel wind vangen op mijn microfoon, sorry daarvoor. Maar zie, als ik nu heel langzaam ga, Mel, je ziet dit. Je ziet me nu lekker gaan, denk ik van, oh, het gaat langzaam, oh, en opeens. Nee, wacht, is hij nou weer uit of zo? Oké. Hij lanceert het toch niet zo snel als ik verwachtte. En nu wel. Woehoe! Ik weet alleen niet waarom ik ze net niet zo goed pakte. Dus als ik nu eventjes zo doe, ik ga gewoon heel langzaam. Oh nee, en opeens heel snel! Yeah! Zo. En zoals je ziet, remmen doet hij ook hartstikke keurig.
Natuurlijk, op je handen zie je uiteindelijk wel wat markeringen van de handvat. Dus dat betreft is het niet zo heel fijn. Maar hij gaat echt snel als je dat werkelijk wil. Vanuit echt bijna stilstand gaat hij nog niet zo heel snel vooruit. Dus je moet wel een klein beetje vaart hebben en daarna kun je gewoon en doortrekken als je welste. Je hebt de limiet trouwens wel op de snelheid en dat is 25 km per uur. Nou ja, eigenlijk wel wat te vertellen over de app, want je hebt ook nog meer features op dit ding zitten. Namelijk, ik zal even de app ervoor pakken, want als ik alles moet onthouden, dan word ik ook gek. Trouwens, als je nog specifieke details wil of wat dan ook, ik heb ook een blog hierover geschreven, in de beschrijving staat die, zou ik zeggen, check dat. En als je nog vragen hebt, ik bedoel, stel ze gerust. Dus via de app regel jij ook jouw licht. Nou is het niet een licht op sensor, dus mocht het donker worden, gaan ze niet automatisch aan. Dat is wel jammer. Dus je moet het zoals je ziet via dus de app doen. En dan kun je hem ook weer uit doen en klaar. Dus zorg altijd voor dat jij gewoon je batterij goed hebt opgeladen. Voor de rest heb je nog een aantal features, dus zoals ik al eerder zei, dat als je Bluetooth aan hebt staan en je bent in de buurt, dan gaat hij automatisch de fiets unlocken. En unlocken is meer eigenlijk gewoon de fietsmotor aanzetten, zodat jij gewoon lekker weg kan chasen. Voor de rest heeft het ook nog een alert systeem. Dus mocht het opeens merken wanneer de fiets weggaat zonder dat jij zelf in de buurt bent, dan denk je van, oh shit, hij wordt gestolen. En dan krijg je dus een melding op je mobiel van, oh hey, iemand heeft het gestolen. Maar waarschijnlijk is het dan ook al een beetje te laat om er weer achteraan te gaan. En voor de rest kun je ook je power natuurlijk aan en uitzetten via de app. En je hebt nog een bepaalde, je hebt de crash detection. Dus daar kun je mee instellen dat jij bijvoorbeeld een contact toevoegt. Dus laten we zeggen, ik voeg Melanie toe aan mijn contacten voor als er bijvoorbeeld iets gebeurt. Dat zij een berichtje krijgt van, hey, Sander is gecrashed omdat hij een oekel is. En dan krijgt zij een bericht van, oh shit, en met een GPS-locatie erbij. En dan kun je erheen en dan kun je bijvoorbeeld helpen. Mocht jij per ongeluk je fiets laten vallen en hij geeft een detectie aan, dan heb je nog 60 seconden om het berichtje te cancelen en te laten weten dat jij gewoon in orde bent. Het werkt op zich allemaal best wel goed en ja, het is best wel tof. Dus het kan best wel het kan best wel levens redden. Dat. En ja, dat zijn eigenlijk ook wel de dingetjes. Ja, voor de rest kun je nog de helderheid van deze lichtjes kun je nog aanpassen. Dus deze lichtjes hierop, die indicators van de batterij, kun je dus nog aanpassen met helderheid. Dus als ik nu bijvoorbeeld verander naar dim doe. Dus dit is dim. Dus nou ja, is hij natuurlijk gedimd. En bright is hij bright. Dus ja, heel logisch. De Cowboy 3. Kan ik hem aanraden of niet? Het hangt echt af van waar je woont en waarvoor je hem zelf wil gebruiken. Wat Melanie had als ervaring, dat lange einde fietsen met deze fiets niet zo heel plezierig is. Puur omdat de zadel gewoon niet comfortabel is. Dit is echt een race zadel. En voor echt gewoon lang gebruik wil je natuurlijk wel een beetje een comfortabele zadel hebben. Evenals de handvaten. Ze zitten gewoon niet comfortabel. Ik had een liever wat soepelere handvat willen hebben. Evenals dat ik een standaard had willen hebben. En misschien nog een rekje voor over het achterwiel om bijvoorbeeld tassen overheen te doen. En vind ik het enorm jammer dat hier nog geen slot op zit om gewoon je fiets veilig te kunnen plaatsen op een plek. Voor de rest, de fietservaring is best wel tof. En het is super fijn dat de motor bijstelt op basis van hoe hard jij trapt. En het voelt absoluut gewoon natuurlijk aan. Maar zou ik de fiets aanraden? Ik denk niet zo snel dat ik het zou kunnen aanraden. Puur om de standaard alleen al vind ik het een ware irritatie om het overal heen mee te nemen. En dat er geen slot op zit. Dat vind ik gewoon twee vrijste eigenlijk voor deze fiets. En als hij die twee dingen had, dan had ik het best wel goed kunnen aanraden. Want 70 kilometer is ook gewoon prima. En voor de rest werkt het gewoon top. De app is overzichtelijk. En ja, dat. Dus bedankt voor het kijken, abonneer voor meer en like natuurlijk als je hem leuk vond. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog.
Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.